Een financiële meevaller voor de Stevenskerk. De kerk krijgt een subsidie van 5,5 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat geld is bedoeld voor de restauratie van de kerk. En daar zijn ze heel blij mee. Ja, ongelooflijk blij. Ja, dat is, hadden we niet verwacht eerlijk gezegd. We hadden wel de plannen ingediend. Maar voor een lager bedrag. En nu komt er dan toch nog weer wat extra bovenop, 5,5 miljoen. Dat is in ieder geval heel belangrijk voor de Stevenskerk dat dat komt. En dat het ministerie dat ook toegezegd heeft dat we dat mogen gebruiken. Het grootste deel van het bedrag gaat naar het dak, de vernieuwing van de leien. Die al na oorlog zijn en meer dan 60 jaar oud zijn. En een lei heeft een leeftijd van ongeveer 40 tot 60 jaar. Dus hier zit echt aan het einde van zijn bestaan. Dus en daar gaat het om substantiële grote dakdelen. En de glas- en loodvensters die zijn ook ruim 60, 70 jaar oud. En die moeten ook allemaal vervangen worden. Ook de ketelinstallaties, dus de cv en de verwarmingsbuizen. Het hele verwarmingssysteem is na oorlogs. Is dus zeer oud en weinig duurzaam. En daar moeten wij ook aan denken dat dat natuurlijk op termijn vervangen moet worden. En die haperen ook, die systemen. Dus daar moeten we heel hard over nadenken van dat die ook vervangen moeten worden. En hoe we dat dan precies gaan doen, dat valt nog te bezien. Een deel van de kerk is enkele jaren geleden al gerestaureerd. Toen is er aan de buitenzijde van de kerk heel veel gedaan, overigens in samenwerking met de gemeente. Toen is ook de toren en al het ornamenten aan de toren zijn toen vernieuwd en vervangen, voegwerk gerepareerd, noem maar op. En toen is ook hier aan de buitenzijde, aan de zuidkant met name, is heel veel natuurstenen ornamenten zijn toen vervangen en opnieuw gebeeldhouwd en daar aangebracht. Dus die hele ornamentiek van die prachtige zuidkant, ook het Zuiderportaal, is toen helemaal onder handen genomen. Wanneer deze restauratie klaar moet zijn, is moeilijk te zeggen. Daar valt nog weinig over te zeggen, omdat wij, zoals je ook weet, het is een groot bedrag wat we krijgen. Maar dat is 70% van het totaalbedrag. En 1,6 miljoen, 30% daarvan moet Stichting Stevenskerk zelf zien te vinden. En dat wil niet zeggen dat wij dat zelf moeten ophoesten. Dat kunnen wij niet. Daarvoor hebben we te weinig inkomsten. Maar we moeten hard gaan werken om de bedragen ook weer van ofwel de overheid, gemeente, provincie of andere fondsen te vinden. En natuurlijk ook hopen we dat Nijmegenaren en mensen die de kerk een warm hart toedragen zullen bijdragen om te zorgen dat deze restauraties ook daadwerkelijk kunnen plaatsvinden.